Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je op deze vlog hebt geklikt. Ik ben Lucinda. Ik zeg middag, het is middag. Ik heb gedoucht zoals je net kan zien. Ik heb me aangekleed, omgekleed, soort van klaargemaakt voor vanavond alvast. Zodat ik daar straks niet hoef te doen en straks niet hoef te haasten. En we zijn ondertussen hier een beetje op bed aan het chillen en zo. Dus het is niet een heel productief dagje vandaag, maar hè. Dus we gaan nu nog heel even onszelf bezighouden en wachten tot we dadelijk kunnen gaan eten. Food is life. Dus daarom. Ondertussen is het avond en heb ik mijn soft van klaar gemaakt. Ik hoef eigenlijk nog heel even mascara op te doen en dan ben ik klaar. En we hebben de hele dag hier een beetje op bed gechilled en alles. En we gaan nu naar beneden toe. De vriend van mijn zusje is er ook. En ik weet niet hoe laat we gaan eten, maar we gaan binnenkort eten. En dan wordt het gezellig. En we gaan spelletjes doen. En ik denk dat ik wel kan fixen dat ik met deze camera kan filmen. Dus jullie gaan het anders zien. Het wordt leuk. Dus komt goed. Komt allemaal goed. Ik ben even vlug terug naar boven gelopen, maar ik kan daar het moeilijk filmen. Ik kan wel filmen, hoe moet ik ervan zeggen? Ik kan wel filmen, maar ik kan niet erbij praten. Dus er worden alleen maar leuke beelden achter elkaar, zeg maar. Maar niet dat ik tussendoor vlog, zeg maar, de zaakjes. Ja, ik film wel, maar ik vlog niet. Dus ik film wat we doen, maar ik kan er niet bij praten en zeggen, yo, hier en hier. Ik moet ook even kijken wie er allemaal in beeld gaan en zo, maar hè? We gaan dadelijk één ronde, zo gaan we het vanavond doen. We gaan één ronde spelletjes doen. Of twee rondes. Want we gaan namelijk vanavond Christmas Games doen. Ik weet niet of jullie het kennen, maar we gaan spelletjes doen allemaal met het gezin. En dan een soort van Olympics, maar dan individueel. Ieder familie, teamlid, zeg maar. Dus sommige dingen moeten we alleen doen, sommige dingen moeten we in paren doen. Maar het komt er eigenlijk op neer. Aan het einde van de avond hebben we een winnaar. Ik zal niet die winnaar zijn, dat kan ik je garanderen. Waarschijnlijk een van de jongens. Maar we zullen het allemaal zien. Misschien mijn zusje zelfs wel. Maar ik ga zorgen dat deze camera een gedeelte filmt. Ik denk niet dat ik alles kan filmen, maar een gedeelte. En we zullen allemaal wel zien hoe we het gaan doen. Ik heb er zin in. We gaan dus eerst een paar rondes spelletjes doen. Dan gaan we eten en dan gaan we weer de rest van de spelletjes doen. En vervolgens gaan we aan het einde volgens mij cadeautjes doen. Maar ik ga ook naar boven, want ik had eigenlijk een cadeautje nog hier aan staan. Dus. Ja. Dus we gaan nu even nog even een cadeautje erbij pakken en neerzetten en dan is alles goed. Dus ik ga deze even vastplakken en ik ga naar beneden toe en ik zie jullie zo beneden. Ik bedacht me voor één ding. De reden dat ik beneden niet film is niet omdat we met beneden te veel zijn, dat is zeker niet waar. Want het is kerst, dus we mogen drie mensen op bezoek hebben. En dat zijn op dit moment mijn vriend, de vriend van mijn zusje en een kennis van ons. Dus we zijn met drieën vandaag die op bezoek zijn. En ik hoor officieel nog bij het gezin. Dus vandaar. Dus we zijn gewoon coronaproof bezig. Daar is niks mis mee. Dus dat is niet de reden dat ik anders sommige beelden niet film ofzo. Maar ik weet niet hoe iedereen erin staat om gefilmd te worden. Snap je? Voor de gezelligheid is het leuk. Maar ik weet niet of ze het leuk vinden om op YouTube te komen. Dus het kan zijn dat jullie daar beelden zien waarbij mensen gewoon geblurred zijn. Maar we zullen het allemaal zien. Maar ik ga nu naar beneden. Als je een spelletje spelen, je kan maximaal 3 punten halen. En ja, minimaal 0. En ja, eigenlijk doen we elk spel, doen we, of je krijgt 3 keer de kans om het spel zeg maar, te winnen. Dus 3 ronden. Dus als je de eerste ronde wint, krijg je 1 punt. Ben je de tweede, krijg je 2 punten. Ben je de derde, krijg je 3 punten. Maar het kan bijvoorbeeld dat ik de eerste win, papa met de tweede. En dan mooi. Dus hebben we allemaal 1 puntje. De rest gaat van 0. Ja, dus je kan maar van 3 punten halen per ronde. Wie aan het einde een beetje is, ik wonnen en die mag dus een stukje maken. Kom maar op, 1, 2, 3 en dan... Oh. Nee, stop het! Nee. Die rollen terug. Nee, ik heb het niet gepakt. Ben je vals spelen, Luus? Ik had het niet gepakt. Oké, doe maar. Kijk, dit staat. Ik was links aan het gooien. Niet slim. Kijk uit voor je bloemstuk, hè? Waarom? Weer in! Dan word je meteen te trillen.
ooit van. Ja, dat is de vraag. Hé, zoek je een De bedoeling is dus dat je gaat proberen om te schuiven. Ik heb geen idee dat je gaat werken. En je gaat rennen. En dan probeer je hem. Als je te pakken. En dan niet achteruit vallen. En dan moet hij in je mond vallen, zeg maar. Wij. Oh, dit is te snel! Maak twee weg. Nee, je haalt het niet. Nee, je haalt het niet. Nou, toen is het gelukt. Oké, zes keer, Nee, dit is vijf. Zo, die eerste was het verkocht. Toen ving je hem. Eerst, toen was dat was toch een oefen. Eén oefenronde, toch? Ja, ik heb het niet tellen. Oh, die is te snel. Ah. Kijk uit, je gaat zo vol op je bak staan. Nou, daar waren. Ik heb nog een keer op Jokko. Nee, die andere keer. Ja, maar wel hard kunnen. Ja, chill. Nou, zal ik het proberen? Hij staat aan. Ik denk dat jullie voor allemaal in de neus kunnen. Ja. Ik moet best hard gooien, hoor. Ja, ik ja. Oh. Oh. Maar ik zie het ook wel gebeuren dat iemand naar die. Ja, ja, echt. Ja, ja, waar is dat? Ben je vinsgewit? Oh, lekker. Ben je vinsgewit kwijt? Hij is de M&M kwijt. Ik ben de M&M's kwijt. Maar ik had hem bij. Kortom, je vindt morgen dus allemaal M&M's. Je zit heel snel. Het zou iets lichter, misschien dat je... Ja... Hahaha! Ik heb geen mail mee. 3, nog 2. Zullen jullie andere M&M pakken? Dit is die M&M die je mond in wilt. Ja. Yeah. Wel lekker corona-proof trouwens. Bijna! Ja, maar dat gaat eigenlijk echt gebeuren hoor. Ja, ik zei het net al. Ik heb van een beetje hier. Wie is de volgende? Ik ga mijn zus doen, mijn zus die wordt hier helemaal gek van. Hè? Wie is de volgende? Nou, dan mag morgen de rest mee. Ja, ik zou je slof uitdoen, ja. Ja. Ik denk ja. Dat ik ook geen geluk meer, maar. Niet doen. Ik snap niet waarom jij dat wel. Ik heb zo moeilijk met dat zijn. Maar je moet het net gooien tot hij eigenlijk uit de rol over het rijden. Ja, ja. Oh, zonder maar. Maar dat is natuurlijk, je doet vaak te zacht. Ja. Ik denk dat het te zacht Die rondes zijn, of die groene zijn beter als die. Die is steeds Je moet hem echt schuiven. Ja, ik heb het zo. Ja, precies. Hele snoepduik. Nee, dat is een zaak. Waar nog? Nou. Ik heb niet geteld. Dat moet dan heel goed proberen. Ja! En? Nee. Ah. Kri- en hij wist. Ja, doe. Je wilt dat proberen eigenlijk, hè? Nee, dat is van je. Jij? Ja. Kom jij? Want dit wordt namelijk leuke content. Je hebt wel een jurkje aan, moet je even rekening mee houden. Ah, joh. Oh, bijna. Oeh, let op. TV. Hey, kijk uit. Kijk, Luus is degene die alles sloopt weer, hè. Zie je nou wel weer. Je stopt er wel in je mond, maar je had hem helemaal niet gevangen met je mond, vieze valspeler. Nee, klopt. Maar wel lekker. Nee. Oh. Pak maar een nieuwe. Hier, ben ik nog steeds gereed. Dat vind je over een paar maanden ergens terug. Ja. Of straks. Ja. Oh! Je
Die was niet op de einde van de tafel. Nou en? Als je vangt, dan vang je toch? Nee. Jawel, dat mag wel. Vangen is vangen, vind ik. Ik vind het wel knap als het lukt. Oh, ik vind mijn knieën niet leuk. Nee. Je mag ook duiken. Ik ga mij niet aan doen, doei. Ja. Nee. Ik heb je niet verteld zo vaak, joh. Dit is de laatste keer. Oh, ik weet zeker, als je één keer doet, dan wil je twee keer en drie keer, dan wil je het ook nog houden. Ik ben ook iets stil, want ik heb ook met jou dat hij trilt. Als je... Nou, ik heb wel echt gewonnen. Nou, ja. Hij was zo goed. Ja, echt heel goed, ja. Ja, die moet naar achter, denk ik. Ja. Ah. Oeh, stop. Nee. Moet je vangen met je mond, hè, niet met je hand. Sorry. Ik dacht maar één keer wilde, mama. Ja, dat kan niet. Ik ken je. Nee. Wacht. Ja, dat lukt het niet meer. Nou. Nee. Die keer was. Ja, dat was perfect. Nee. Mag hem vangen. Ja, als hij eraf valt, dan valt hij eraf. Ja, vang hem! Oh! Weer die hand eronder, hè? Weer gewoon die hand eronder in plaats van de mond. Ja! Heb je? Ah!
Veel plezier! Ah. Is die voor mij boven? Ja, okay. Deze voor mij. Deze. Go! Nee. Weet je wat ze ontzettend als je met een boek op je hoofd gaat lopen? Dat je een model kan worden. Oh, ja. 17 seconden! Mama, 17 seconden! En woe! Woe! Nou, ik ben daar wel 8 punten bij. Ja. Dan moet je hem rustig pakken, anders schenk je. Dan zet je hem dus neer. Heb jij hem, zet je hem naar mij toe. Dit is nog een bakje en wanneer hij hier is, heb ik verloren. Ja. En dan jij hem daar hebt, heb je verloren. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Tegen wie daar dan? Ja, jij tegen mij. Jij tegen mij, papa tegen mij. Of andersom. Dit kan echt super lang duren. In de markt gaat het altijd heel snel. Wat doe je nou? Wat doet ze nou? Je moet je vast spelen. Die is er al mee. Zoals je ziet ben ik weer in mijn kamer. We hebben een superleuke avond gehad. We hebben nog cadeautjes gedaan. Die heb ik hier allemaal liggen, maar die laat ik je morgen zien. We hebben verder niet heel veel gedaan met de puntentelling of zo. Ja, we hebben het bijgehouden, maar we hebben geen winnaar of zo gekozen. Het was meer gewoon voor de fun. En als je de beelden hebt gezien, dan weet je dat het gewoon voor de fun was. Dus het was gewoon leuk. En ja, ik ga nu lekker slapen. Ik ga me omkleden en ik zie jullie morgen weer. Dus deze, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van de vlog van vandaag. Is dat zo? Bedankt dat dan heel veel met een blauw duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knopje beneden en druk heel veel op het belletje om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg! Dit klonk trouwens zo echt ingestudeerd, maar ik heb het tegenwoordig zo vaak gezegd. Het komt er gewoon rollend uit, dus...
Daarom. Maar wel trusten. Doeg!